Daar is voor bijna elke onderwerp onder die son een vereniging om dit te bevorderen. Zulke verenigings bind mense wat daarin belangstel saam om bepaalde doelwitte na te streef en hulle sodoende daarin uit te leef. Dit kan vooral voor ouder mense van waarde wees om aan te sluiten of in te skakel by 'n toepasselijke vereniging van hulle keuze. Die verskoning dat jy nie daarvoor tyd het nie, is immers na aftrede irrelevant. Hier is een paar riglyne oor 'n mense betrokkenheid by verenigings. Een vereniging is een groep mensen wat saamgegroepeer is in een organisatie waar gesamentlike belangen bevorder kan worden. Die waarde van een vereniging lê nie slechts daarin om mensen saam te groepeer voor bepaalde doelwitte en werkzaamhede nie. Dit hou ook netwerkgeleenthede in. Maak zeker dat je jezelf 100% kan vereenselwig met die doelwitte van die vereniging. Besluit of die kosten van lidmaatschap, indien enige, jouw zak pas. En of jy waarde vir jou geld gaan kry. Indien jy besluit om bij een vereniging betrokken te raak, wees een actieve lid daarvan deur gereeld die bijeenkomste bij te woon en bij projecten betrokken te raak. So draai jy bij tot die succesvolle functionering van die vereniging. Maak zeker wat jouw bijzondere talent of gave is en stel dit tot die beschikking van die vereniging. Wees loyaal teenoor die vereniging en bring enige zaak wat mag pla onder die aandacht van die bestuur, zonder om dit achteraf met ander lede te bespreken.